Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Kroon Facilitaire Diensten. Het wordt heel moeilijk voor de handbalsters van Fortissimo. Spakenburg steeds dieper in de zorgen. En wat is goed en slecht van de dames van Kampong en SJC? Dames en heren, een welgemeend goedenavond bij namen en rugnummers aan tafel. En heel hockeyland huivert alweer, daarom wil Gert Kruijs er ook graag bij zitten. Jacques Brinkman is hier namelijk om de dames van Stichtse en van Kampong onder de loep te nemen. Is het mee of tegengevallen, Jacques? Nou, eerste wedstrijd na de winter vond ik het meevallen. Het was misschien niet de meest spectaculaire wedstrijd, maar ik heb me toch prima vermaakt. Misschien dat hij wel mild is vandaag, wie weet. Gert Kruijs, met jou beginnen we over FC Utrecht. Maar daar valt eigenlijk, vind ik wat dat betreft, niet zoveel over te zeggen. Wat ik vooral met je wil bespreken is het plotselinge overlijden. Of het plotselinge overlijden, maar toch wel plotselinge overlijden van Theo Bos. Voordat we met jou gaan praten, eerst maar eens kijken. Want één groot compliment aan de supporters van FC Utrecht. Afgelopen vrijdagavond aanwezig in het Gelredome in Vitesse. Want ze hebben zich voorbaardig gedragen. Voortreffelijk gedragen, moet ik zeggen. De Nederlandse voetbalwereld verliest een belangrijk persoon uit die voetbalwereld. Nou is Gert Kruijs een van de mensen geweest die hem in de afgelopen periode bij Dordrecht heeft vervangen. Dat is geen goede samenwerking tussen jou en Dordrecht geweest, maar was wel goed tussen jou en Theo Bos. Nee, ik heb tot bijna het laatste moment heel goed contact met Theo Bos gehad. Ik heb ooit als trainer Theo Bos een speler naar me toe willen halen. Ik heb altijd een goede band met hem gehouden en ik heb veel contact met hem gehad. En er is al heel veel over gezegd. Ik denk dat het mooiste compliment ook weer gisteravond viel van Bert van Marwijk. Theo was een echte, was een geweldige man. En het is ongelooflijk dat je op 47-jarige leeftijd dan Wat ik wel mooi vind is dat Vitesse, de ploeg waar hij even werkzaam is geweest als trainer, daarna weer toch weggegaan is, dat hij hem zo prachtig herdenkt. Tuurlijk, maar Theo heeft natuurlijk altijd bij Vitesse gespeeld. Is daar een icoon. En na de wedstrijd in de persruimte heb ik ook met een aantal mensen nog zitten praten. Wat ook heel mooi was, jij refereerde er al aan, het publiek van FC Utrecht. Hè. Het stadion was een geweldige sfeer voor Theo. Maar ook de manier waarop het publiek van Utrecht Theo nog eerder, dat was ook getuigd ook voor grote klasse. Ja, wij hebben geleerd van de periode dat wij met Utrecht David Di Tommaso verloren. Absoluut. En dan doe je dit terug, dat is toch mooi in de voetbal. Daar is de club wel heel erg groot in en ook de supporters. En nogmaals, groot compliment ook voor de supporters. Wat gaat het Nederlandse voetbal het meeste missen aan die Theo Bos? Nou, Theo is, en dat is in de voetballerij, heb je er niet zo heel veel hoor. Was een no-nonsense man, een heel echte man, goud eerlijk, geweldig. En eigenlijk een van de laatste dingen die hij tegen mij zei, dat hij het gewoon nog jammer vond voor mij dat ik wegging bij Dordrecht. En toen heb ik tegen Theo gezegd, joh Theo, er zijn toch allemaal veel belangrijke dingen. En ik vond het ook heel moeilijk om wat moest ik nog zeggen tegen hem, weet je wel. Van, ja, ik heb er nog last van. Ja. Bij deze hebben we hem dus hier in onze regio toch ook nog een beetje herdacht. Die man met dat geel-zwarte hart, Theo Bos. Heel veel sterkte voor de familie, ook voor hem. Na het oordeel over de mannenhockeyploeg in onze regio staan we nu stil bij de kwaliteiten van de damesploegen van Kampong en SJC. Het mooie was dat ze gisteren tegen elkaar speelden aan de Laan van Maarschalkerweerd. Stay with me and go away with me.
just wanna be framed. Yeah. Ferme les yeux, tu verras, ce sera pas long. Transporte-toi vers de nouveaux horizons. Een typische eerste wedstrijd na de winter weer. Ik bedoel, heel veel, ja, heel onwennig en zoeken. Veel, ja, wel een open wedstrijd, veel kansen. Het is ook niet eerlijk om te zeggen dat ik vind dat we hier hadden moeten winnen. Het had ook heel goed andersom kunnen vallen. Met best misschien wel een dikke uitslag. Maar ja, dat gebeurt niet. En dat is wel ook waarom ik er sta. En ja, dan heb je als team gewoon, hou je alle kansen. En nou, zo was er dus ook voor ons de kans om hem te pakken. In de laatste seconde een goal tegenkrijgt en daarmee gelijk speelt, dan heb je je wel eens beter gevoeld. Maar goed, het is zo. Het was ook even wachten voordat we Janneke Schopman aan de microfoon en aan de camera mochten begroeten. Ze was er nog steeds dood en doodziek van. Was dat terecht, Jacques? Ja, goed, als je in de laatste minuut verliest, dan gelijk speelt, dan is het natuurlijk nooit prettig. Stichtse heeft wel meer kansen gehad, dus ze hadden het wel al eerder kunnen beslissen. En uiteindelijk, ja, dan roep je het noodlot over jou. We gaan beginnen, meneer Brinkman. U heeft zich gebogen over de kwaliteiten van beide ploegen. Waar wil je mee beginnen? Ik wil beginnen, het was de wedstrijd de nummer 3, SJC tegen de nummer 6, Kampong, voor aanvang van de wedstrijd. Aha. Maar het was ook een wedstrijd in een wedstrijd. Het was het duel tussen Kaya van Maasakker, de strafcornerschutter van Stichtse, en Julia Muller, de Duitse strafcornerkanon van Kampong. En het was dus ook de wedstrijd van de strafcorner. Ze is ook eigenlijk al uitgekomen. Ja. Stichtse dus met Kaya van Maasakker. En nou, dat wil ik even laten zien. Kom op! Nou, ze hebben 6 corners gehad, Stichtse. En waarvan de eerste 3 allemaal door Kaya van Maasakker gepusht werden. Allemaal laag. En een van de lijn gaat door Julia Muller. Maar ze gingen er in ieder geval niet in. Hier ook weer een redding. Na 3 rechtstreekse strafcorners dacht Stichtse, nou, dan gaan we variëren. Ook dat lukte niet. Er kwamen wel wat kansen uit. Maar hij ging er dus niet in. Dus 6 gemiste strafcorners. Hier een variatie die er weer niet in gaat. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk ja, voor een topschutter als Van Maasakker. Hè. Dat is in ieder geval, laat ik het zo zeggen, een belangrijk verbeterpunt. Stichtse heeft hoge verwachtingen dit seizoen. Ja. Willen eigenlijk eindelijk een keer voor die landstitel gaan. Ik denk ook dat het best kan. Hè. Den Bosch is natuurlijk wel echt Toro-favoriet. Maar dan zal de corner beter moeten. Nou, Stichtse laat het dus eigenlijk deze wedstrijd een beetje liggen, ook op die strafcorner. Kampong daarentegen heeft ook een strafcorner. Ja. En daar kunnen we ook even naar kijken. En die hebben een geslagen strafcorner. Die moet altijd op de plank en moet laag in het hockey. En nou, de eerste corners die gaan er dan ook niet in. Maar nog steeds de geslagen corner. Je ziet de keepster Inge Vermeulen ook steeds naar de grond. Ook een prima tactiek is dat. Alleen bij de laatste corner, dat kan je hier zien, gaat hij ook weer laag. En deze is eigenlijk wel houdbaar. Laatste minuut. Ja, ze laten hoek open. Ze laten hem ook. Terwijl je eigenlijk weet, Kampong heeft alleen de geslagen corner. Nogmaals, hij gaat wel heel hard door. Julian Muller heeft ook een hele sterke strafcorner. Maar deze is houdbaar. Dus het duel Kaya van Maasakker, Julia Muller, voor de wedstrijd hadden ze ook beide 8 doelpunten, is licht in het voordeel van onze Duitse Julia Muller gegaan. Nou is het voor beide ploegen een wapen. Gert Kruijs en ik zijn slechts domme leken, maar wij zullen zeggen, strafcorner is een doodspelmoment, kun je lekker op trainen, toch? En veel op trainen, ja. Denk ik. Ja, reken maar dat het ook natuurlijk gebeurt. Ja. Maar ook verdedigend trainen er veel op. Dus de ploegen kennen elkaar heel goed. Nou, iedereen weet, onder andere omdat Julia Muller veel slaat. Dus die keeper gaat al snel liggen. Kaya van Maasak, ik had verwacht dat ze op een gegeven moment ook een keer een hoge bal zou spelen. Mm-hmm. Want hij ging een paar keer laag. Maar misschien dat het ook wel komt, toch? Het is weer de eerste wedstrijd na de winter. Misschien een beetje inkomen. Dus, maar het zijn
in ieder geval voor Stichtse een belangrijk verbeterpunt om echt een gooi naar de landstip te doen en een keer Den Bosch te verslaan. Want waarom wordt Den Bosch al 13 jaar kampioen eigenlijk, toch voor een groot gedeelte? Maatje Pauwme. De strafcorner van Maatje Pauwme. Oké. We hebben natuurlijk de coaches ook gevraagd van beide ploegen over wat hun kwaliteiten zijn en wat er iets minder gaat. De coach van Kampong, Stijn van Roosendaal, had ervoor gekozen iets aanvallender te spelen gisteren tegen Stichtse. We spelen nu echt anders dan we de eerste helft van het seizoen speelden. We zijn wat aanvallender gaan spelen. Dat betekent ook dat we veel allemaal mee moeten doen in aanval. Dat we aanvallend ver van ons goal willen spelen. Dat betekent ook dat we verdedigend heel dominant willen zijn door elke keer druk op de helft van de tegenstander te leggen. In plaats van iets gecontroleerder vanuit een gecontroleerde organisatie uitbreken. Wat we de eerste helft van het seizoen veel hebben gedaan. En dat is Stijn van Roosendaal. Is dat er een beetje uitgekomen, Jacques? Nou, zij zijn zeker aanvallender gaan spelen. Maar wat daar heel belangrijk in is, dat je in ieder geval ook je restverdediging met een mooi wordt. Dat je goed zorgt dat je wel balans in je elft houdt. Nou, dat zijn nog wel wat puntjes, denk ik, waar wat verbeterd moet worden. Kom op. Want daar kan je ook een paar hele mooie beelden van zien. Dus hier staat niemand meer op eigen helft. Dit is natuurlijk ook wel een redelijk blundertje, maar toch. Het is een mooi zandertje, Gert, hè? Mooi zandertje, maar enorm veel ruimte op de helft van Kampong. En dan zie je ook weer Garcia, die heeft natuurlijk een klassespeelster. Maar deze kans, ja, ook weer gigantisch groot. En er komt er nog één. Dat ze gewoon eigenlijk net niet goed staan opgesteld of niet goed opletten. En dat is wel de consequentie van zo aanvallend hockey, zeg maar. Dus dat is echt wel een belangrijk aandachtspunt. Dat Kampong op weg ook toch nog naar de play-offs, want dat zou zo nog maar kunnen. Dat ze daar echt op letten dat ze druk op die tegenstander geven, maar wel oppassen dat ze verdedigend in balans blijven. Maar hoe los je dat op? Is dat toch mensen achter de bal houden? Niet iedereen als een blinde voor die bal gaan lopen? Ja, zeker. Ik weet dat het eerste beeldje waar je zag, ja, dat er alleen maar één speelster nog op de eigen helft zat en de rest eigenlijk allemaal naar voren. Je zult toch, zwakke kant, balkant, al dat soort dingen. Het moet toch iets meer. Maar goed, ik vind het wel goed dat Kampong iets meer probeert aanvallend te spelen, want ze scoren best moeilijk. Ze hebben maar twee. Ze hebben Julian Müller scoort de corner en Chamberlain. En dat zijn eigenlijk de doelpuntenmakers. Ja, en als je ook hogerop wil en als je richting die vierde plek wil. Kampong staat nu na zondag zevende. Als je echt, maar het kan, hè, ze kunnen vierde worden. Lara, die, het lijkt wel of niemand vierde wil worden. Lara heeft ook weer met 3-0 verloren. Ja. Als je wat wil, dan zul je inderdaad gewoon wat meer aanvallend moeten spelen. Met toch voor een belangrijk slot op de deur. In ieder geval 2-3 man achterhoudt. Balans met een mooi woord. Hè. Sommigen wilden niet van horen, maar dat heb voetbal. Je wel. Dat ja, het is 11 tegen 11. Dus kan niemand vrij. Het balletje is wat kleiner. Maar, nou, en we hebben nu 3 beelden uitgezocht. Maar je kon er wel nog wel wat meer beelden uithalen. Dat Stichtse daar echt grote kansen uit heeft gecreëerd. We hebben natuurlijk ook Janneke Schopman gevraagd wat zij vindt van het moment. En wat minder ging in haar wedstrijd. We moeten leren controleren, we moeten leren beslissen, doorduwen. Moeten we nu doorduwen, moeten we nu gas terugnemen? Wanneer hebben we een tegenstander echt klem en kunnen we dan doorpakken? En dat gaat echt wel steeds beter. Maar dat is nog steeds iets wat we kunnen verbeteren. Heel veel verbeterpunten, Jacques, voor de nummer 3 van Nederland. Ja, wat ik eruit gepakt heb is wat zij zegt, leren beslissen, doorduwen. Nou, dat had natuurlijk tegen Kampong absoluut moeten gebeuren. Buiten de corners ook nog een aantal echt grote veldkansen. Kansen benutten. Jacques, wat zijn met name bedoeld? Want ze hebben opgelegde kansen gekregen. Opgelegde kansen benutten. Kijk, daar komt hij. Dit is Claire Verhagen. Mooie redding trouwens ook van Floortje Engels, de keeper. Die dit was is absoluut de grootste. Ja, dit is de sterspeelster. Soledad. Nou, deze bal moet er ook in. Het ligt niet alleen aan de speelster zelf. Want dit was echt een scheidsrechtelijke dwaling. Claire Verhagen. Nou, prima goal, hè? Dus wat dat betreft, deze hoort gewoon te zitten. En ja, frappant is dan eigenlijk dat de moeilijkste kans, hier schitterende actie van Soledad Garcia, die maakt Stichtse wel. Dus dat doorduwen, dat beslissen, ja, dat hoort erbij. En dat, als je dat ook weer vergelijkt naar Den Bosch, die spelen ook heel moeizaam afgelopen weekend, maar winnen gewoon 1-0. Mm. Nou, dat zijn nog dat laatste stapje, denk ik, wat SJC moet maken om echt door te... Maar acht je SJC in staat om de finale van de play-offs te halen? En dus met Den Bosch te gaan uitmaken wie het moet worden? Ja, ik denk dat Den Bosch wel favoriet is. Maar SJC heeft met een Soledad Garcia ook een van de beste spelers in de wereld. Michael Stukkel, echt een Duitse, die kwam er gisteren nog niet helemaal uit. Maar hebben absoluut kwaliteit. Kaya van Maasakker, Claire Verhagen ook een goede speelster. Is wel net afgevallen het Neel zelf. Dat is, maar die is normaal gesproken ook goed voor doelpunten. Dus ik denk dat ze absoluut een kans maken. Maar ja, Den Bosch slaat altijd toe op de belangrijke momenten. Een minuut voor tijd, vlak voor rust. Is ook een echte topploeg al, hè? Ja, en dan zie je zo'n wedstrijd als tegen Kampong, moeten ze gewoon beslissen. Wat Gert zegt, een echte topploeg, dat heeft een aantal ingrediënten in huis. Die kun je ook inkopen. Zou je bij Stichtse kunnen zeggen, dat hebben ze nodig en dan zullen ze absoluut echt mee gaan doen voor die titel?
Nee, ik denk dat ze de ingrediënten hebben. Ik zou ze zeker niet van buiten halen. Laat de jeugd alsjeblieft een kans krijgen. Ook bij SSC en ook bij Kampong. Zie je trouwens ook gebeuren. Ik heb ook een paar speelsters van genoten. Kampong, Xander Waard, Kiki van Wijk. Echt een paar mooie talenten van 18 jaar. En ik denk dat Stichtse het nu in zich heeft. Je moet er vaak ook een paar finales verliezen. Nou, dat heeft Stichtse ook echt gedaan. En ik denk dat de eerste drie... het gewoon gaan uitmaken. Dat is dus Den Bosch, Amsterdam en Stichtse SSC. En is Stichtse beter dan Amsterdam, vind je? Ik denk dat zij... zondag is dan niet bewezen met die corner. Ze hebben een betere corner, vind ik, dan Amsterdam. Dus ik schat ze iets hoger in. En ik zet nu in, zoals ik het nu zie, finale Den Bosch SSC. En mogen we Kampong als tweede club bij de dames de mededeling geven? En zeg maar meegeven dat zij zich eens moeten realiseren dat ze makkelijk vierde kunnen worden? Kampong kan absoluut vierde worden. Komend weekend spelen ze tegen de Terriers. Ja, je hebt allerlei gekke namen, Gert, in dat hockey. Maar daar moeten ze uit. Dus je hebt niet zomaar gewonnen, maar die kan je winnen. Stichtse SSC speelt thuis tegen Hurley. Nou, mocht SSC dat winnen, dat ga ik wel vanuit. Dan klimt Kampong weer een plekje. En het lijkt wel of niemand in de hoofdklasse vierde wil worden. Want Laren, wat ik zei, die verliezen weer met 3-0. Dus het zijn maar een paar puntjes verschil. Dus Kampong heeft ook kwaliteit met een Julia Müller, een Duitse topspeelster. Mm-hmm. En nog twee Zuid-Afrikaanse speelsters. En een paar echt talentvolle speelsters, zoals Xander Waard. Die is nu ook bij het Nederlands elftal gehad als stagespeelster. Malou Fennings, die is er inmiddels definitief bij. Dus Kampong heeft echt... echt kansen om gewoon vierde te worden. Gert en ik overvallen je ermee, maar we hebben er niet rekening mee gehouden. Maar even een cijfer voor Stichtse. Ja, daar zitten we allemaal op te wachten. Ja, toch? Die cijfers. Die cijfers zijn heel mooi, hè? Ja, je overvalt me. Maar ik ben mild, wat we in het begin van de zeiden. Het is de eerste wedstrijd. Ik geef Stichtse een 7 en Kampong een 7. Gelijkspel met nog voor beide ploegen een mooie groei in het vooruitzicht. En de heren kunnen hun borst nat maken, want de messen worden geslepen. Ook hen gaan we de komende tijd weer in de gaten houden met Jacques Brinkman als onze vaste analyticus. Zometeen voetbal uit de topklasse. Nu de andere regiosport, maar dan in vogelvlucht. Daphne Schippers staat in de finale van de 60 meter op het EK Indoor in Gothenburg. De Utrechtse in baan 2 maakt voor haar doen een goede start. In de halve finale werd ze zevende in 7 seconden en 18 honderdste. Maar nu gaat ze sneller. 7-14. Een nieuw persoonlijk record. Schippers wordt vijfde en mag tevreden zijn. Een sleutelwedstrijd voor Fortissimo in de degradatiepool van de Eredivisie. Bij winst kan de ploeg uit Koten zich volgende week veilig spelen. Verliest het van VNL, dan komt het op de rand van de afgrond. Toch komen de bezoekers het beste uit de startblokken. Bij rust leidt VNL met 1 punt verschil. De noodzaak om te winnen lijkt niet doorgedrongen tot de speelsters van Fortissimo. In de tweede helft geeft de ploeg totaal niet thuis en verliest het met 20-29. Het moet volgende week winnen en hopen dat VNL van Aalsmeer verliest. Anders valt het doek voor het Eredivisie handbal in Koten. Zolang er nog een strohalm is, dan moet je daar aan vastklampen. En we gaan natuurlijk deze week weer alles aan doen om proberen toch bij ENO te winnen. En dan hopen dat Aalsmeer zijn sportieve plicht doet. Roderick Weustoff is er weer bij als Kampong de competitie ervat. Nieuw in de ziekenboeg zijn Sander de Wijn en Constantijn Jonker. En zij zien hoe Amsterdam de score opent. Valentin Verga maakt de 1-0. In de tweede helft de gelijkmaker via Erik Bouwens. Dan het breekpunt in de wedstrijd. Utrecht te scoren, maar wordt de bal ingeslagen van binnen of buiten de cirkel? De scheidsrechter zegt er buiten, maar uit de herhaling blijkt dat hij het mis heeft. Onterecht wordt hij dus afgekeurd. In de tegenaanval moet Kampong aan de noodrem trekken. Achter de bal opnieuw Verga en hij maakt zijn tweede van de middag. Mirko Pruijzen maakt vlak erop zelfs nog de 3-1. En zo verliest Kampong en is het boos. De regio derby tussen Brandenburg en UZSC is tegelijkertijd de confrontatie tussen de hekkensluiter en de koploper. De Beeldhovenaren met de witte caps behaalden nog geen enkel punt. In de eerste periode biedt Brandenburg nog weerstand. Daarna gooien de Utrechters het gas erop. Het wordt zoals verwacht een afslachting. 9-22. Brandenburg hoopt zich via de play-outs te handhaven. Ja, maar daar hoop ik niet op, dat weet ik bijna zeker. Maar we in elk geval gaan pieken rond die tijd, ja. Hartstikke mooi dat ze bij Brandenburg nog enig vertrouwen houden in lijfsbehoud. In de topklasse blijft de situatie penibel voor de kampioen van vorig seizoen, Spakenburg. De ploeg van trainer Johan de Kok kijkt angstvallig naar beneden. Tot nu toe heeft Spakenburg slechts 22 punten. Noordwijk was zaterdag de tegenstander op de Westmaat. Noordwijkspits Kees Piertol is topscorer van de topklasse en speelt volgend seizoen bij Spakenburg. En in Spakenburg hopen ze
dat hij zijn voeten een beetje stilhoudt in de wedstrijd tegen zijn toekomstige ploeg. Maar dit is na 7 minuten. Dit is een hele beste pegel van Kees Piertol. Waarmee hij Sven Tabarima kansloos laat. Michael Jansen verdedigt van te ver weg. Dat kan je wel zeggen. Maar Tabarima is absoluut kansloos op deze pegel met rechts van Kees Piertol. Dit is het doorkoppen van Mertens op Kai van Heesen. Van Heesen weer op Tol. Jansen weer het bos ingestuurd en de lat redt Spakenburg. Er zaten nog vingertoppen aan van Tabarima, maar Tol is daar dicht bij zijn tweede. Willemsen. Sluiter op Woudenberg. Na een half uur, als Spakenburg nog geen kans gehad heeft, vindt Woudenberg Ignacio en is het 1-1. Dat is een knappe goal van Ignacio. Het is zijn vierde in 2 weken. Maar vooral een hele mooie paas van Maarten Woudenberg. En Ignacio, vorige week 3 keer trefzeker tegen Deto, heeft vertrouwen getankt en scoort weer. Vlak voor rust, de hoekschop voor Noordwijk. Verdediger Sven de Ridder is meegekomen en treft de lat. En daarna de redding van Tabarima. Spakenburg, dat een hele povere eerste helft speelt, mag niet mopperen met de 1-1 ruststand. Na rust is het goed doorgaan van Michael Jansen. Schudt 2 tegenstanders af. Michael Jansen maakt meters en vindt Riley Ignacio. Vrij voor doelman Amazine en de paal. Dat had de 2-1 moeten zijn. En Ignacio, die de laatste week veel scoort, mist toch ook wel veel kansen. Hier krijgt hij de bal van Verschragen en is het weer mis. Amazine redt en Van den Berg mikt veel te hoog. En dit soort kansen moeten erin als je uit de greep van de degradatiespook wilt blijven. Hessing kopt weg. Klein kwartier gespeeld in de tweede helft. Blonk vangt op. Mertens. En Moulet. Moulet zoekt Kees Piertol. Tol met links. En een kapitale blunder van Sven Tabarima. De actie van Kees Piertol is mooi. En hij laat zien dat het ook met links kan. Waar hij het in de eerste helft 2 keer met rechts deed. Maar Tabarima moet deze bal absoluut hebben. Een enorme douw voor Spakenburg. Dat weer opnieuw kan beginnen met de jacht op de gelijkmaker. En liever nog de 3 punten. Hessing, misverstand met Woudenberg. En daar gaat Noordwijk weer. Kees Piertol is weer weg. Michael Jansen moet ingrijpen. Maar Michael Jansen grijpt niet in. En Tol maakt gewoon zijn 3e van de middag. Hoezo Spakenburg sparen? Kees Piertol doet daar niet aan. Dan maar in de hoofdklasse volgend jaar, zal hij denken. Maar ik speel nu nog voor Noordwijk. Spakenburg is dan murf gebeukt. En kan zich niet meer oprichten. En dan kan het nog erger worden. Kees Piertol met Maarten Woudenberg. Maar nu redt Tabarima. Nu heeft Tol het vizier niet op scherp staan. En blijft het 1-3. En Spakenburg, zoals gezegd, is murf gebeukt. Het valt aan, maar het valt aan zonder overtuiging. Dit is Pinacci met de voorzet. Van de Vlist kopt terug, dat is goed. En dit is een goede pegel van Van den Berg. Maar hij gaat naast. Spakenburg verliest met 1-3. Ik heb ook met Spakenburg gesproken aan het einde van vorig seizoen. En toen vonden ze me, werd ik te licht bevonden. En ja, nu speel ik bij Noordwijk. Dus wij hadden zelf de punt ook hard nodig. Dus niet met een lange neus, maar ik laat gewoon even zien wat ik kan. Ik hoop dat hij volgend jaar ook zoveel doelpunten zo makkelijk scoort als dat hij dit jaar doet. Ja. Hoe verteert GVVV de nederlaag van vorige week tegen Katwijk? Ruststand is 0-0. Dit is de tweede helft. En dan moeten de Veenendalers geholpen worden door de man van Scheveningen, El Massoui. Hij scoort namelijk de openingstreffer op de voorzet van Rodney Hofman. Te Scheggert is dit met zijn individuele actie. Prima langs 2-3 man. Niet langs doelman Beeldsnijder. En dan mag Brouwer het uiteindelijk afmaken. Simon Brouwer. Let op hè. Afgelopen 11 wedstrijden scoorde hij niet. En dit is eindelijk weer een treffer voor hem. Dan in de slotfase van de wedstrijd Van de Wild, die meegeeft aan Ter Scheggert. Die krijgt het tikje van Beeldsnijder en dat betekent de strafschop. Beeldsnijder dus de penalty tegen, maar erger nog, als de kaart uit het borstzakje komt, rood voor hem. En dat betekent dat Beeldsnijder niet meer vervangen kan worden, want er is al 3 keer gewisseld. En dus Tim Peters moet op de lijn gaan staan om de strafschop van Maurice van de Wild te keren. Peters, oud-spits van IJsselmeervogels, oog in oog met Van de Wild. En Van de Wild, hoewel Peters de goede hoek heeft, scoort Van de Wild en wint GVVV bij Scheveningen.
En dat was het amateurvoetbal. U weet het, volgende week zijn we er weer met amateurvoetbal. Tot zover deze namen en rugnummers. Ik dank Jacques Brinkman en Gert Kruis voor hun aandeel vandaag. En volgende week zijn we er weer. En dan heel veel aandacht voor de moeder aller derbies. Zaterdag is het weer zover. Aan de rode zijde IJsselmeervogels tegen Spakenburg. Alles in deze uitzending. Alle hockeyliefhebbers moeten het vooral terugkijken. Op onze website kan dat. www.rtvutrecht.nl/sport. En dan dank ik u hartelijk voor het kijken. En graag tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Kroon Facilitaire Diensten.